Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV heeft een tweede controleactie op verschillende aanmeerstijgers gedaan. Dit gebeurde in de vroege ochtend van 9 november in de districten Kommerwijnen en Wanica. Het ministerie kreeg hierbij ondersteuning van politie en militaire eenheden. Kleine ongeregeldheden werden afgedaan met een waarschuwing of onmiddellijke aanpak van het probleem. Er zijn echter ook ongeldige en vervalste vergunningen aangetroffen. In die gevallen zal de politie verder onderzoek doen. Dit meldt het ministerie van LVV in een persbericht.